Okay. Hier? En bij dit restaurantje zouden wij moeten gaan eten, volgens de eigenaar. Maar dat moeten we even bekijken, want toen zag hij de hondjes en zei van oeh, ik denk niet dat daar honden binnen mogen. Dus dat gaan we nog bekijken. Nou, dit is dus echt, ja, wat kun je hiervan zeggen mensen. Uniek dat we dit hebben gevonden. Wij gaan van deze plek de gegevens niet mededelen. Want dadelijk gaat iedereen hier staan. Nou ja, doen we wel. Nou, wij hebben dus deze twee plekjes. Hier passen dus twee normale lengte campers. Daar beneden, ik weet niet of je dat kunt zien. Even kijken, daar naar beneden is nog één plekje. En als ik me omdraai, is daar achter die haag is ook nog een plek. Dus hierboven zijn vier camperplaatsen. Tientje per nacht, geen faciliteiten. Maar wat je daar wel voor krijgt... Dat dus, hè. Dat we dit hebben gevonden, zeg je net. Ja. En wat is dat? Wie heeft het gevonden? Yeah. De beginnende camper heeft altijd geluk, hè. Hij zegt net tegen mij van, kijk, een hond. En wat? Een, hoe heet dat? Een reiger. Ah. Ik zeg, ah, die blauwe. Ja, ho, ho, ho. Het overal beelden staan van vogeltjes, zie je dat hier? Ah. Nou, het gezelschap is er klaar voor. We gaan Dino even ontdekken. Volgens mij begon ik weer met nou. Maar goed. Blijkbaar moeten wij deze weg morgen ook naar beneden. Met de campers. Dit is de enige weg terug naar het dorp. Nee. En of ik een pin had gemaakt en of we de weg wel terug kunnen vinden. Deze weg, nou als ik er zo eens naar kijk, met kijk, los gravel en zo. Dat wordt kijken of de, op zijn goed Duits, bergabvaarassistent van de camper goed werkt. Ik denk het wel. En hier begint het asfalt al. Dus het is alleen dat stukje van waar we de... Waar het campertje van Marleen en Kitty ziet staan. Tot hier net voorbij de bocht. Ik denk wel dat het goed gaat komen. En dit zie je dan onderweg naar het dorpje. Dit is toch wel mooi hoor. Het is echt een uniek pareltje wat Marleen heeft gevonden hier. Ben je blij met mij? Ik ben altijd al blij met jou. Al hoe lang sta je op deze wereld? Nou, ik ben niet al... Nee. Piep, censuur. Kijk, en zo ziet dat er dan uit. Als je de stad binnenkomt, over deze brug gaan we. Het centrum die ligt aan de andere kant. Het is erg druk met toeristen, kun je wel zien. En om de een of andere reden staan hier allemaal saxofoons langs de weg op deze brug. En je kunt hier met een kabelbaantje naar de Citadel, dat blauwe ding daar aan de hoogte. Je kunt tickets verkopen hier ergens vlakbij de kerk. Je kunt ook combinatie tickets kopen. Dan kun je en met dat karretje naar de Citadel met toegang. En je kunt met een van die boten daar een tochtje maken over de Maas. Maar kijk, dit is wel heel erg leuk gemaakt, hè. En dan zo lekker over de boulevard van Dinan wandelend, zien wij ineens daarboven. Rara. Ik zal eens kijken of ik kan gaan inzoomen. Of ik jullie kan laten zien wat ik zie.
zie je dat? Daar staat onze camper. Onderweg naar boven. Terug van het stadje Dinan naar de camperplaats. Raad ik aan mensen die wat minder goed ter been zijn, om de tijd te nemen. Het is stijl. Het is 5 minuten naar beneden. Maar naar boven. Ik hijg als een molenpaard, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar wat is het mooie. Kijk nou toch eens. Kijk eens achter mij, kun je dat zien? Echt prachtig. Het is een leuk stadje. Nogmaals heel toeristisch. Maar echt de moeite waard. Erg gezellig. En wij gaan nou de avond inluiden en uitluiden vanaf ons camperplaatsje. En daar zal ik zo nog eventjes wat laten zien. Nou mensen, na deze geweldige beklimming zit hier duo Jut en Jul en camper Dao. Zit lekker te genieten. Doe dat maar opnieuw. Van, dat moet even opnieuw. Van ik het heerlijke uitzicht. Ik was net Lello aan het Instagrammen. Dat maakt niks uit. Ja. Kijk, wij zitten hier op ons plekje. Even kijken of jullie dit kunnen zien. Ik denk het haast wel. Dat is ons uitzichtje. En zoals de Brabanders zo mooi zeggen, wij vatten er nog een. We klinken de avond uit. En we genieten ervan. Nou, terwijl er een discussie plaatsvindt over de kastcontrolecommissie van deze trip. Ja, ik geef de schuld aan mijn oog. Zitten wij heerlijk nog te genieten op grote hoogte. Kijk, het rookt een beetje, maar ja, dat maakt weinig uit. Het uitzicht blijft super, mensen, moet je kijken. En hier gaan wij nog lekker een glaasje wijn nemen. En de trip voor deze dag afsluiten. Tot morgen. Wat hebben we toch een heerlijke sleur van alle dag. De koffie loopt, maar ik wil even jullie wat laten zien. Het is aan het wakker worden. Maar kijk eens even. Dan doe je dus je camperdeur open. En dan is dit je uitzicht. Hoe gaaf is dat? Wat minder gaaf is dat de camper van Marleen en Kitty, die heeft gisteren 4 uur gestaan. Alles uit. En de accu zo goed als leeg. Dus die hebben vannacht met een zaklampje met een flesje water om het toiletje te spoelen, zijn zij de nacht doorgekomen. Dus dat gaan we zo eens heel even uitvogelen hoe dat is geweest. Maar ik ga eerst even verder een kopje koffie zetten. Oeh, lekker. Hier is dus ook nog een camperplek. Dat is het beste. Ik zal er even naartoe lopen. Oh, huppeldi, huppeldi, huppeldi. Oh, oh, ik ga een beetje... Nou. Ja, ik ben beneden. Dat is denk ik meer voor four-wheel drive, denk ik, of zo. Kijk. Ja, ik denk een holletje dat het zeker moet lukken. Nou, daar staan wij. Het uitzichtpunt. Ja, het is een mooi plekje en dat moet ik nog even vertellen. Ga hem even omdraaien. En net wakker hoor. In één keer begon het te regenen. Dus ik dacht, oh leuk, we hadden gekeken. Hè? Kijken we naar buienradar en we hebben de weet ik veel wat voor radar. Dus nou, met z'n vieren wel 8 verschillende apps. Het ging niet regenen. En wat gebeurt er vanmorgen? Regen. Dus ik had wel zoiets van ren uit bed, alles doen. En alles binnen droog gebleven. En buiten is het een beetje nat geworden en heel lief. Maar alleen ging onze spullen op ruimingsriool laag staan. Droogt weer vanzelf. Maar het was wel heel lief en schattig. Nou, onze... Ik ga het even laten zien. Ik ga het even goed. Ja, zo.
dit was onze laatste nacht met z'n vieren. We gaan nu terug naar België. Dan gaan we nog even de verjaardag vieren van Kitty. Kitty is weg. Kitty is naar binnen, komt zo wel. Nou Marleen, dit is toch een leuke laatste nacht. Hè? Kom even mee toe. Ja, ja, heel goed slapen. Ja. Super. Ja. Dat is kei belangrijk. Ik heb net even foto's gemaakt van de weg die ik naar beneden moet. Dat is een beetje minder. Dat was spannend. Maar het komt goed. Zo is dat. En nu een kopje koffie. En in deze camper zit vandaag een jarige Jet. Hiep, hiep, hiep. Hoera. Dat gaan we ook nog even vieren. Wat een feest. Het zondert zich even af. Moet ook soms gebeuren. Toen gaan we wat door, hè? Nou is weer een stoel kapot. Ja. En dat ligt niet aan mij. Nee. Nee? Nee. Het is... Kijk, dit is wel iets wat vaker voorkomt. Dat hebben wij ook. Je moet af en toe die schroeven even nakijken. Dat ze er goed in zitten. Maar nu hier ontbreekt ook iets van, hè? Van die stoel. Ja. Ik pak heel even mijn survival knife. Het is wel nodig bij dit verhuurbedrijf. En Lotje, kijk eens even. Lotje. Die denkt, mij maak je de pis niet lauw. Ik blijf lekker op Ruud zijn stoel zitten. Nee. Lekker pu. Nou, nog één keer dan mensen, omdat het kan. Kijk eens even, wat een mooi uitzicht. Ja, ik zeg, roept u maar. Dit gebruik ik dus voor de camper van dat verhuurbedrijf. En dit gebruik ik straks voor de eigenaar van het verhuurbedrijf. Piep. Dat is een grapje, hè, mensen. Ik zat even uitleggen voordat jullie weer van alles gaan schrijven. Is hij nou gemaakt, Marleen, de stoel? Hij zit door het gat, maar hij zit niet vast. Ah. We missen een plaatje. Op het lijstje dus. En op zo'n plek kun je zelfs met zicht op Dino een ontbijtbuffet hebben. Prisietje gemaakt. Heerlijk. Nou, de eigenaar heeft een grapje in gedachten met Brigitte. Hij wijst naar de petangbaan die hier beneden ook is. Dus... Nu moet ze de stalen ballen... Deze video is zojuist voor 18 jaar en ouder geworden. Maar verder, echt een prachtig plekje, hoor. Deze meneer die gaan we ook op Park for Night zetten. En dan pam. Wil je dat nog een keer zeggen? Wat zei je, Kitty? Bedankt voor alles. Bedankt voor alles. Daar gaan we. Ja. We hebben alles ingepakt. De boel is weer lekker afgewassen. Alles fris en fruitig. Ik heb behalve de auto's, moet je kijken. Ja, de auto's zijn een beetje smoezelig. Ruud die gaat Marleen eerst eens achteruit helpen. Daarna ga ik Ruud eens achteruit helpen met de wolken tolkies en zo. En dan gaan we. Ja, dat moet wel, want als je hier naar het wegdek kijkt. Ja. Kijk, als je deze kant op zou rijden. Ja. Hier rijden wij aan de grond. En je komt op die losse stenen terecht. Dus we moeten aan deze kant blijven een beetje. Ja. Dus een beetje hulp is belangrijk. Dus ik krijg zo instructie van mijn mannen. We gaan nu eerst Marleen en Kitty... De hoek omhelpen. Nee, grapje. De bocht omhelpen. En ik zal het filmen. En daarna gaan we hetzelfde kunstje doen bij Ruud. Ja. Ja, ik zeg als ze moet stoppen dan. Hè? Ik hou hier de stoel in de smiezen. Gelijk draaien. Gaat goed. Gaat goed. Gaat goed. Ja. Kijk, zij moet gelijk scherp die bocht maken. En zij moet doordraaien, doordraaien, doordraaien. En nu recht, Marleen, ja. Hoe ver moet zij naar achter? Meter of 10.
Daar gaat ze. Ik wil zo strak mogelijk hier langs. Ja. Naar achteren. Dat ik uit die deuk blijf. Kijk, hier is een beetje vlak. Ja. Dus dan komt de kont niet op de grond. Ja. Dus ik ga hier vlak langs af. Ja. Wil jij die stenen die er ligt weg? Of, die ik ga omheen. Ga je omheen? Ja. Hij gaat eromheen. Dit is de eigenaar. En een super plekje. Kijk. À la prochaine fois. Maar zoals ik het begrijp, hij heeft dus 4 camperplekken. Ook nog een huisje in de verhuur. En ze gaan hier nog allerlei terrasjes bouwen. Dus hoe mooi kun je het hebben? Het is wel een grapje hoor. Meneer de Bal. Die man helpt jou ook. Ik kijk wel onder de camper. Ik kijk onder de camper of je kunt komen. Kom maar door. Kom maar. Zie je hem? Ja. Oh, geen probleem. Gaat super. Geen probleem. Gaat super. Zachtjes, zachtjes. Ga maar door, ga maar door. Je kunt nu al draaien, denk ik. Ik ga via de deur vanwege het water. Kijk, er komt dus nu al het water naar binnen, dus ik ga nu via de deur. Nou, even... Oelalala. Ik geef even de duim naar de dames. Ik geef de walkie-talkie nu door, hè. Nou. Ja, dan laten jullie wel eerst een heel stuk gaan. Ja. Nou, als ik doorschuif, dan schuif ik niet op jullie. Ik loop ook eerst even naar beneden. Dan kan ik het even op film zetten. Hè? Oké. Au revoir. Doei. Ik hou nu de camera recht. Hier staat een brommert. En de vriend. En dan komen ze naar beneden. Langzaam, sukkelend. Super! Eén hand. Nou, en daar gaat het dus naar beneden. Ik hou de camera weer recht. We hebben het gered. Ik hobbel nu ook het paardje naar beneden. Daar stap ik in. En gelukkig, er is hier een bocht. Ik zal de camera even omdraaien. En zodra je hier de hoek om bent, dan heb je dus een geasfalteerd pad. Dus dat is goed te doen. Ik ga instappen, mensen. Daar gaan we weer. Kleine debriefing van de afdaling. En dan komt de routebegeleidster. Kom weer terug. Als ze er door past. Al filmend. Woehoe, dat was wat. Dat was een mooie afdeling. Hoe, we zitten elkaar te filmen. Nou, dan ga ik hem even uitzetten. Woehoe, dat was wat. Dat was een mooie afdeling. Hoe, we zitten elkaar te filmen. We zitten elkaar te filmen. Nou, dan ga ik hem even uitzetten, want ik moet even uitzetten. Oké. Okay. Zo, hoe... Nou, dat ging prima. Ik had hem eerst, even kijken, dit knopje. Had ik ingedrukt, hè. De heel descent control, zeg maar. En op het laatst heb ik dat uitgezet en toen remde ik zelf een beetje. En ja. Toen in de bocht ging toen een beetje het spul blokkeren. Oké, okay. Maar het is dus, wel, het ging goed. Ging heel goed. Ik ga de camera even overnemen, kun je op de weg letten. Ja. Ik ben blij dat het goed ging. Ja, prima. Je moet even kijken hoe het komt. Ja. Die auto staat veilig toch? Moet ik opletten? Moet ik eruit? Nee.
Dus gaan we daar van de kant dat hij er voorbij kan, die man, want die had al te toeteren, ja. Gaan we hier van de zijkant staan, kan hij er voorbij. Kan ik nog even dit filmen. Zo, gaan we even hier aan de zijkant staan, dan kan hij er langs en dan hij er daar. Daar haat hij hoor. Dus ze brommert hij. Het ging heel goed, roept Marleen. Nou, roepen kunnen we. We gaan. Het gaat ook nog best stijl naar beneden. Maar het is in ieder geval geasfalteerd. Dus dat is natuurlijk al veel fijner. Echt een heel mooi plekje. Maar je moet wel, zoals die Jeu de Boel ballen hebben. Om dit te doen. Ja, en nou. Het is wel even het vermelden waard dat deze route die wij nu naar beneden rijden, ja. Die kun je, zegt hij, met een camper niet naar boven rijden, tenzij je four-wheel drive hebt. Dus je moet die lange weg nemen. Oké, dus je moet die lange weg nemen. Dus je rijdt eigenlijk de camperplaats voorbij. Navigatie moet je dus niet volgen, je moet dus de bordjes volgen als je erheen gaat. En naar beneden de andere kant er weer af. Maar hij zei ook, hè, er gaan Concordes komen daar staan. Dus, chapeau. Het is vanuit Dinan rij je de brandweer voorbij. En daarna een meter of 400-500 zie je een bordje linksaf. Dan heb je eerst een asfaltweg en vervolgens de zandweg. Nou. We gaan door naar de volgende bestemming. Gaan jullie mee? Joehoe! 60